andere mensen aan de spits uw ogen, want hier in de Capitol te Gent vindt op 27 mei 2013 om exact 20 uur de 13e Comedy Marathon plaats. Met een paar Hollanders en een paar klinkende namen zoals Pif Huvluvu, Igor en Erhan Demirici. Ja, zie wel wat een benefiet is. Hè? En zoals dat gaat met benefieten, verdienen ze er zelf geen cent aan, uiteraard. Integendeel, de opbrengst gaat naar straatkinderen over de hele wereld. Bij ons de twee initiatiefnemers, mentalist Gilly en stand-up comedian Nigel Williams. Gilly, hallo. Komende maandag is het, hè? Ja, komende maandag. Ja. Komende maandag. Welkom, heren. Nu, het idee voor de comedy marathon, die is blijkbaar destijds ontstaan in jouw café, in de Trucendoos. In het café van mijn vrouw. Van uw vrouw. Ja. Oké. Okay. En ja, hoe ging dat precies? We hadden een café. Dus mijn vrouw is begonnen bij een café. Ik was op dat moment bezig met mijn eigen optredens. Maar ik nam zo'n beetje het culturele luik van het café in handen. We hadden een zaaltje, clubconcerten gedaan. En ook een van de eerste comedyclubs. Toen wij startten, was er alleen hier de Buster in Antwerpen en in Gent de Bal in Fennel. En wij. En elke maand hadden wij 3-4 komieken die kwamen spelen. En op het einde van het seizoen dacht ik van laten we nu misschien eens allemaal samenkomen. Iedereen die in het seizoen gespeeld heeft. Iedereen speelt 10 minuten en we maken daar een feestje van backstage. Gewoon een get-together. Maar ook het gevolg natuurlijk, het totale budget voor zo'n avond was in der tijd 10.000 frank, 250 euro. En dat moest dus ook verdeeld worden onder 20 komieken. En de eerste die ik ging betalen was Nigel. En dat ook eigenlijk, daarvoor had ik net verteld over een artikel dat ik gelezen had in Humo, over een project voor straatkinderen, kinderen die in de riolen leefden in Brașov, een stad ten noorden van Boekarest in Roemenië. En die vrouw die heel die actie droeg, bleek in mijn straat te wonen. En ik vertel dat gewoon. En Nigel was de eerste om te zeggen, goh ja, hoeveel krijg ik hier nu? 250 frank. Geef dat aan dat mens. Waarop dat iedereen zei, goh, eigenlijk, geef dat aan die vrouw. En dan dacht ik van, verdorie, als dat zo gemakkelijk gaat eigenlijk. Een paar weken nadien een keer rondgebeld naar iedereen. Van, zou je dat zien zitten om daar een traditie van te maken? En iedereen volmondig ja. Ja. Met gevolg dat we ondertussen dus aan de 13e editie zitten. Nigel, weet jij nog? Wat heeft jou toen overtuigd? Ik was waarschijnlijk zat. Ja. Nee, maar ik had zoiets van, eigenlijk, toen begon de comedy juist. En je denkt van, waarom zou je het niet doen, feitelijk? Hè? Ja. Dat is mijn vraag altijd, waarom zou je het niet doen? Ja. Maar elke organisator kan wel zeggen van, ja, kom met dat geld. Nee. Nee, maar ik ken Gilly al lang, ik ken Lieven lang. En ja, onze interesse lopen parallel. Ja. En dan hoor je zoiets, en dat was heel actueel toen, toch? Mm-hmm. En dan zeg je van, ja, kom, we hebben het niet zo goed, hè? En mm-hmm. De eerste joke was geboren van, als we geld opsturen naar kinderen, dan komen ze niet naar hier. Ja. Maar je bent in Roemenië geweest uiteindelijk, je hebt het daar echt... We zijn daar uiteindelijk op vakantie geweest, met de kinderen mee, omdat we vonden dat ze dat ook eens moesten zien. Ja. En dat waren inderdaad heel, heel schrijnende toestanden. Maar het geld dat wij daar storten aan dat centrum, bleek inderdaad heel goed gebruikt te worden. Ze werken heel kleinschalig. Kinderen worden van straat geplukt of komen zelf binnen. Vliegen eerst in de douche, hun kleren worden gewassen, want anders stikt het er van de luizen en de vlooien. Overdag krijgen ze activiteiten. Ja, werd er echt van alles. Proberen ze om die jongens en meisjes zelfstandig te laten wonen. Er werden huisjes gebouwd, er was een dagcentrum. Er was ook een schooltje voor kinderen van Roma-zigeuners. Omdat ze probeerden met Roma zelf iets te doen, maar dat lukt niet. Omdat die een mentaliteit hebben van... vertelden ze ons daar van... Ja, wij moeten alles krijgen, wij moeten niet werken. Dus proberen ze nu gewoon van aan de basis aan te pakken. En de kinderen in de kleuterschool al een beetje op te voeden. En de enige reden waarom dat die school elke dag vol zit, is omdat ze 's morgens een ontbijt krijgen. Ook iets wat wij met de marathon betaalden. Omdat dat bij de meesten ook de enige maaltijd was die ze hadden op een hele dag. Ja. Dus echt wel heel schrijnend. En dan merk je met dat beetje geld dat wij dan... in het begin was dat 10.000 frank, vorig jaar was dat 13.500 euro. Dus, ja. Maar met dat beetje geld... Uiteindelijk zijn allemaal druppels op een hete plaat en verandert er structureel niets, behalve die kleine projecten die het echt heel goed doen. Ja, want het is breder dan alleen Roemenië. Er is een VZW Habbekrat, ondertussen ook in Zambia. Ondertussen is dat budget... Dus we zijn begonnen in het café uiteindelijk. Café en het zaaltje, waar dan 100 man binnen zat. We zijn dan uitgeweken naar een andere zaal. Uiteindelijk in de Stadsschouwburg in Kortrijk gearriveerd, waar we twee avonden hadden aan elkaar. Om de mensen te kunnen blijven slikken. En nu zitten we sinds 2 jaar in de Capitool. Dus dat geld wordt ook meer en meer. En dus heb je meer projecten. Ja. Wat gebeurt er in Zambia?
En Zambia is ook weer zo'n organisatie die heel aan de basis probeert om de brain drain, zoals dat dan heet, in een pongwe te houden in het dorp waar ze zitten. Dus er zijn kinderen die naar de universiteit gestuurd worden om te studeren. Maar wat blijkt, die blijven weg. Eens ze afgestudeerd zijn, dan komen ze niet meer terug. Mm. Waarom? Omdat er niets is. Dus wat zijn ze er nu aan het doen? Ze zijn er begonnen met allemaal kleine projectjes die uiteindelijk allemaal in handen van de mensen van Mpongwe zelf moeten komen. Een kippenkwekerij. Koelkasten bestaan niet, dus die kippen moeten echt levend gekocht worden en dan thuis bereid worden. En ze zijn bezig, ze hebben een guesthouse, er zijn projecten, naaiprojecten, er is een projectje met een dorp met, ik denk dat er 50 wezen zitten die door 4 vrouwen gewoon verzorgd worden. En dan is er ook het grootste project waar ze nu mee bezig zijn, en dat is een technische school die ze aan het bouwen zijn. Echt een enorme constructie. Zambianen zelf? Dat gebeurt onder, is eigenlijk in gang gezet vanuit een vereniging in Nederland, maar wordt dus met allemaal vrijwilligers. De twee mensen, Thijs en Tine, die daar toen zaten, dat zijn mensen van Statiegeld, waar ik vandaan kom. En dus zij waren erbij van in het begin. Ondertussen hebben ze een bouwkamp georganiseerd, zijn er 40, 50 mensen er naartoe geweest. En die school is echt ziende ogen aan het groter worden. En dat wordt een technische school, echt met de bedoeling. Dat zijn bijvoorbeeld de meiboom. Ja, dat is de meiboom. De eerste, de hoogste top die ze bereikt hadden met dat bouwkamp vanuit Harelbeke. Ondertussen zijn ze... Je wil niet hard aan het doorwerken nu, hè? Het is in Afrika, hè. Het is gemak, hè. Ja, maar het gaat vooruit. Het gaat echt vooruit. Er zijn maar nog een paar foto's gewoon om de groei van practice te tonen. Ja. Maar het is enkel voor een Pongwe zelf is dat een hele goede zaak. En op die manier blijven ze er ook allemaal. Volgend jaar gaan we voor echt grof geld. Ja. Echt. Dan gaan we een partner hier halen en die kunnen een klacht indienen tegen de Sphinx voor. Want dan... Gilly, als jij daar aankomt, word jij daar dan zo'n beetje als een verlosser, als een held onthaald? In een Pongwe. Ja. We hebben dat mooi gerust gelaten. We hebben daar niet veel over gezegd. Omdat uiteindelijk het stam of de dorpshoofd, Mr. Kalima, die wist het wel natuurlijk. Ja. En de beheerraad van de lokale zelf, maar de rest hebben we daar niet over gebouwd. Omdat uiteindelijk op dat moment was het onze bedoeling om gewoon eens te gaan kijken wat ze daar doen en daar even mee te leven. En dat was een heel fijne ervaring. Ja. Okay. Ja. Knap, inderdaad. Ja, maar die marathon blijft bestaan omdat al die onnozelaars elk jaar willen terugkomen. En eigenlijk ik organiseer het wel een beetje, maar uiteindelijk zij wel dit elk jaar komen doen. En daar ben ik, ze weten dat ook allemaal, ben ik er ook heel dankbaar voor. En nogthans, je bent zo maatschappij kritisch natuurlijk, Nigel. Dat moeten we zeggen. Je bent eigenlijk misschien de meest maatschappij kritische comedian van het land. Ik hoor dat niet graag, want dat is nee? Nee, ik vind, mijn beroep is eigenlijk... Dat komt voort uit de hofnaren en naar, hè, de enige die de waarheid durft zeggen. En ik vind dat is nodig de dag van vandaag. Hè? Ja. Iedereen loopt mee met wat het opgelegd wordt van buitenaf. En af en toe moet die man recht staan. Zoals de jongetje die zei tegen de keizer van je loopt eigenlijk in je bloot. Ah ja, maar de lachende zegt de zot wel de waarheid. Ja, maar ja. Ik vind dat meer en meer nood dan is. Want als je bijvoorbeeld naar dit kijkt... Maar. Dat is de generatie van we willen de mensen helpen, maar ik wil er iets voor in de pluts krijgen. Oké? Okay? Ik wil wel geld geven, maar je moet kunnen dansen, zorpen en poepen tegelijk, oké? Okay? Hebzucht. Hoeveel kun je hebben voordat het genoeg is? Ik zie die topmannen van Electrabel en ik denk van ik wal. Vroeger, als we bij General Motors werkten en we mochten 3 zware fouten op een week, dan dankten ze ons af. Kunnen doen een job niet. Tegenwoordig moet je bij een bank werken, heel de wereldeconomie naar de klote. En je krijgt opslag. Nog nooit gedacht om in de politiek te gaan? Nee. Ik zie wat er mee gebeurt, hè. Je had ook niet lang volgehouden, hè. Dat is de enige weg om rector te worden. Maar voel je nooit die behoefte om echt iets te kunnen doen? Want anders blijf je natuurlijk ook wel... Ja, ik heb jarenlang vakbondsafgevaardigd geweest bij General Motors. Daar zit hier iemand van. En mensen aan de basis helpen. Ik vind als we blijven klagen... Er gebeurt niks. Dus ik vind de weg vooruit momenteel is doen, wat wij nu doen met dat ding. Je kunt zitten klagen altijd over alles, maar als je zelf niet in een onmiddellijke omgeving iets doet, hoe klein ook, ja, dan blijft het maar bla bla. Hè. Dus wij doen het met dit, ik zeg een paar andere goede doelen waar ik me voor inzet. Maar ook in uw beurt, ik bedoel, ik vind. De wereld is niet moeilijk. Hè. Het is gewoon, als je goeiendag tegen uw buur zegt, dan is dat geen zeurde mens niet meer. Hè. Mm-hmm. Snap je wat ik bedoel? Ja.
En als je daar als principe hebt... Ik ga altijd vanuit, in tegenstelling tot sommige mensen die ik niet zal noemen, dat de meerderheid van de mensen goed zijn. Voilà. En ga er daar vanuit en dan zit het oké. Ja. En verander iets in uw omgeving. Hè. Dan is dat... Kleintjes maken een grote. En dat is hier ook het bewijzen van. Hè.